Hey, Koen Groen hier en we zijn op Hoge Trein in Utrecht. Er zijn twee ondernemers tegengekomen, die hebben een alcoholtester ontworpen. Die laat ik jullie zelf eventjes voorstellen. Ja. De alcoholtester is een product. Wat is je naam, kerel? Marvin Othoorn. Marvo? Marvin. Marvin? Othoorn. Othoorn. En jij bent? Obert van den Bergen. Robert van de? Obert van den Bergen. Obert van den Bergen. Obert. Een mooie naam. Sorry hoor, dat zijn we niet gewend hier. Vertel eens over je product, kerel. Ja, dit is een alcoholtester. Daarmee kun je zien hoeveel alcoholpercentage er in je bloed zit voordat je in het verkeer kan. Oké. En hoe gaat dat te werk? Nou, je blaast erop en dan kun je door middel van een rood lampje, een oranje lampje en een groen lampje kun je zien of je nog kan draaien. Oké, dus voordat je bij de politie komt, hè? Ja. Oké. En over de business, over de zaak. Jullie hebben een eigen bedrijfje opgericht? Hoe zit dat? Ja, dat is... Hier heeft hij ons... Vertel er even over, want dit is echt een kort video. Vertel er even over hoe dat gaat. Wij moesten voor school een bedrijfje opstarten. Welke school is dat, kerel? Calvijn College. Calvijn College. In Krabbedijk. Dat is niet in Utrecht, maar dat geeft niet. Nee, in Krabbedijk is het. En je moest een product ontwikkelen, hè? Ja. En vertel, hoe ging dat verder zakelijk? Wat heb je opgericht? Wij moesten... Heb je een bedrijfje opgericht of probeer je dit echt op de markt te brengen? Dat bedoel je? Wij moesten zelf een bedrijfje oprichten, dus je moet zeggen, met de site en al. Ja? En ons naam is Safe to Be. Ja? Safe to Be? Dat betekent veiligheidspauze. Oké. Ja, wij moesten natuurlijk zelf een goed product hebben. Daarom hebben wij de alcoholtesten gedaan. Ja? Omdat wij mensen bewust willen maken dat ze niet met alcohol in het verkeer Heel nee. Dat is een goede boodschap, hè? Er komen natuurlijk heel veel ongelukken voor en doden en dergelijke, dus dat is niet leuk, hè? Nee, het is... En vertel, wat is nou de niche van dit product? Wat maakt dit product nou beter als iets anders? Of? Zal ik even naar je kameraad? Bij de meeste producten dan ben je snel bezig, maar bij dit product blijft het altijd leuk. Ja. Want je hebt er elke keer heb je weer profijt van. Dus je kunt het meerdere malen gebruiken? Ja, zeker. En je kunt voorkomen dat de politie het doet, want dan is het waarschijnlijk te laat. Dat scheelt een hoop geld. Dus je kunt dit in de bar doen of een feestje thuis voordat je in de auto stapt, correct? Ja. En wat is de prijs van het product? €5,70. Ja. En jullie hebben dit al online te koop? Ja. Hij heeft de site opgericht. Ja? Je kunt dus naar een website gaan om dit te kopen? Ja. En hoe heet de website? www.safetybreak.nl. Safetybreak.nl. Dat is SafetyBreak.nl. Dat klopt. En is er ook een info? Ja, er staat alles op. Contactinfo, productenlijst, van alles. Er staat alles op. Hartstikke tof. Ik wens jullie heel veel succes. Jullie zijn ook verteld dat wij met een goed doel bezig zijn. Om statiegeld op kleine flesjes en blikjes te krijgen. Ja. Om het milieu schoon te houden. Zijn jullie voor of tegen? Wij zijn voor, want we hebben er nooit wat over gehoord. Ja. Het lijkt me echt leuk om daar eens wat meer in te verdiepen. Zeg maar. Nou, goed jongens. Dan ga ik jullie steunen op onze site. We gaan informatie uitwisselen. Goed. Heel veel succes. Is goed, dank je wel. Tot de volgende. Ik zal alles opsturen. Is goed. Ja? Is goed. Ook de filmpjes. Dankjewel, okay. Succes. Alsjeblieft. Doei.